Hij wordt aan. Alles, alles, alles. We waren bezig met de opname in de studio en het begon plotseling hard te regenen met bliksem en donder en al. Dus op een gegeven moment, tijdens de opname zelf, begon er water te zijpelen naar binnen in de controlekamer. En wij dachten oké, maar misschien één plaats dat er water naar binnen komt. Dus hebben we dan proberen maatregelen te treffen door dat gedeelte met de emmer op te vangen. Hey, chip, 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 chip. Look, 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 come again, chip, chip. Maar gaandeweg, toen een van mijn collega's met de emmer binnenkwam, begon er overal van het plafond water te zijpelen naar beneden. Dus het eerste wat we aan dachten is alle apparatuur zo snel mogelijk dichtmaken. Dus hebben we dat gedaan, maar het begon zo hard van alle kanten te zijpelen naar beneden, dat op een gegeven moment ons apparatuur ook nat is geworden. En daarna dacht ik ook, oké, kijken wat we konden weghalen. Maar op een gegeven moment was het zodanig dat water uit de zekerenkast begon te komen. Kijk hier, zekerenkast vol met water. Levensgevaarlijk is ook. Het is een tijdbom. Maar op datzelfde moment heeft een blikseminslag, gewoon dus bliksem op het terrein van de STVS, gevallen, dus twee keer toe. Dus wij, en met water. Dus dan kan je voorstellen, bliksem aan de ene kant, water in de zekeringkast. Levensgevaarlijk is ook. Dus toen hebben we gewoon zo echt met z'n allen eruit gegaan. Veilige plaatsen opgezocht, hoofdzekering uitgemaakt. En waardoor het bedrijf helemaal zonder stroom is komen te zitten. Dit hebben we gedaan, alleen uit voorzorgmateriaal. Kijk, als we dat niet hadden gedaan, waren er zeker vandaag 5 mensen dood. Zeker 5 mensen die op dat moment in de controlekamer zat, waaronder ik, zeker dood gegaan. Dat is ook net. Dat gedeelte van het dak, en dat is het probleem, is al jaar en dag dat de regering op regering komen en gaan, maar ze komen echt niet in om het dak te repareren. En nu is het de druppel die de emmer deed overlopen om te besluiten dat pressure kan niet meer onder zo'n omstandigheid verder werken. Dus er moet nu een oplossing komen. We blijven voorlopig gesloten, maar dit is geen conflict. Laat me het duidelijk zeggen, het is geen conflict tussen de directie en de bond. Maar het is gewoon dat de bond het initiatief heeft genomen om het bedrijf te sluiten. Omdat dit niet door kan gaan, dat het personeelsleven in gevaar komt. Dat moet wel duidelijk zijn, het is geen conflict. Het is gewoon de veiligheid van het personeel moet gegarandeerd worden. En op zo'n manier kan het niet. Hey, dit is naar de territorium. Kijk hier. Zeker een kast vol met water. Levensgevaarlijk is ook. Look hier. Oh,